stand up and move van de cardio-liga. Vandaag gaan we onze schouders en onze bovenrug losmaken. Dat is een plek die heel veel stress draagt, waar heel veel spanning in komt, waar je misschien al wat pijn in voelt. Dus voor deze oefening mag je gewoon comfortabel op je stoel zetten. Zie dat je de grond kan aanraken met je voeten. Zet je even rustig weer met je tijd op elkaar. En dan gaan we eerst even 3 keer diep in en uit ademen om te beginnen. Dus mag je inademen door je neus. En uitademen door je neus. Nog 2 keer gaan we dat doen. Diep inademen. En uit. En nog een laatste keer. Diep inademen. En uit. Goed, en dan beginnen we met de stretches. Om te beginnen mag je schouders gewoon al even wel losrollen. Dus je mag je omhoog naar je oren toe duwen en naar achter. Dus je mag je naar achter duwen ook. Je mag laten ze zakken. En dan gaan we het soms doen met de andere kant. Je kan misschien wat tegen het draad voelen, maar die omhoog duwen en naar voor. En dan brengen we onze schouders tot stilstand. Gaan we onze nek losrollen. Neem je tijd om helemaal rond te gaan. Gewoon elke kant van je nek te stretchen. Het kan zo goed voelen. Onze nek heeft de zware taak om heel lang ons hoofd te dragen. En toch geven we die niet genoeg aandacht als we aan het stretchen zijn. Goed, en dan wanneer je in je borst raakt, ga je langs de andere kant draaien. Neem rustig je tijd. En wanneer je in je borst raakt, mag je je hoofd weer recht brengen naar het midden. Dan gaan we twisten. Dus je mag je rechterhand van achter op je stoel of op je rugleuning plaatsen als dat gaat. Je benen blijven naar voren gericht. Enkel je bovenlichaam gaan naar achteren brengen. Je mag je hand op je knie zetten, ga diep inademen, mooie rechte rug. En als je uit en ga je naar achter draait, kijk je ook met je hoofd boven je schouder naar achter. Hier telt als je inademt, maak jezelf langer. Als je uit en ga je een beetje verder. Neem weer 1 ademhaling. En dan draai je ons rustig weer naar voren. Doe hetzelfde aan de andere kant. Plaats onze rechterhand op onze linkerknie, linkerhand achter onze rug op de stoel. Ademen in en ademen uit, draai naar achter. Als je inademt, dan maak je jezelf langer. Als je uitademt, draai je jezelf een beetje verder. Blijf hier in ademhaling. En draai onszelf rustig weer naar voren toe. Plaats onze rechterhand tegen de stoel en ademen in langs onze linkerarm over ons hoofd. Goed de zijkant van ons lichaam. Dat is nu heel belangrijk. Hou je schouders naar beneden, die plakken niet tegen onze oren. Maar die zijn ontspannen. En dan mag je zo ver gaan als je voelt. Zie wel dat je komt, je poep in de stoel blijft zitten. Ik moet mijn yoga les geven naar die matreferentie. Zie dat hij goed in de stoel blijft zitten, dat hij niet meeleunt. Maar dat hij recht blijft. En dan op je inademhaling kom je weer terug. Plaats onze linkerhand tegen de stoel. Breng onze rechterarm over ons hoofd. Ik kan het zo goed voelen om zo een zijwaartse stretches te doen. Laat hem maar goed trekken, schouder ontspannen, billen tegen de stoel. En op je inademhaling kom je rustig recht. Goed, dan gaan we onze armen strekken voor ons. En we gaan onze rechterarm kruisen over de linker. Nu probeer goed die ellebogen te kruisen. Hier kan het zijn dat je op een bepaald moment moet stoppen en niet verder kan gaan. Dan blijf je gewoon daar rustig ademen. Dus we kruisen onze ellebogen en dan gaan onze armen naar boven draaien. Nu hier heel belangrijk is dat je ellebogen kruisen. Als hier je lichaam al stop zegt, dan blijf je gewoon rustig hier zitten met die handen naast elkaar. Als het lukt en je kan je armen tegen elkaar brengen, mag je dat zeker doen. En als je handpalmen kunnen raken, super goed. Oké, dan ga je hier proberen om je ellebogen op borsthoogte te brengen en je handen weg te duwen van je gezicht. Ga naar je polsen kijken en dan goed te voelen van boven in je rug. Hoogte van je schouderbladen. Rustig blijven ademen. En dan mag je je armen weer uit de knoop halen. En rollen die schouders een keer los. Voordat we het al doen aan de andere kant natuurlijk. Gaan we onze armen terugstrekken. Deze keer links over rechts. Moet die ellebogen kruisen. Weer al forceren niet aan. Als je lichaam stopzet, blijf je hier hangen. Ga je niet verder. Als je wel verder kan, dan raak je die handpalmen ook nog eens.
Ellebogen opheffen, handen weg van ons gezicht. Kijk hier richting onze polsen. Neem hier rustig enkele ademhalingen. Terwijl we die schouders helemaal loszetten. En dan op je uitademhaling mag je armen uit elkaar halen. En die schouders losrollen. Goed, om te eindigen gaan we ons nog een knuffel geven. Dus mag je inademen en je armen goed openen. En op je uitademhaling press je rechterarm over je linkerarm. En ga je handen zo ver mogelijk naar achter op je rug proberen wandelen. Dat is goed vast. Het is wel eens wat goed voor liefde. Dat helpt ook altijd om te ontspannen. Dan ga je inademen, armen openen, uitademen, links over rechts. Dus we kruisen de andere arm. Het is een keer van boven. Probeer onze handen weer zo fijn mogelijk van achter op onze rug te krijgen. Jezelf een tikje tegen tegen knuffel. En dan op je inademhaling breng je armen weer open en ademen uit. Mag je armen weer naar beneden brengen. Ziezo, dan ben je klaar voor de rest van je dag.